Ja, bij het zien al van een bloemetje word je al vrolijk, word je al blij. De Schilderswijkse bloemetjes zijn een hit. Kunstenares Rosemarijn Lucassen begon afgelopen zomer bloemetjes uit de wijk te verzamelen en maakte daar verschillende patronen van. Het is ontzettend leuk om te zien dat het nu al op 7 muren in de wijk plek heeft. Dat mensen het willen dragen, dat mensen het aan elkaar laten zien, dat mensen het ook kunnen opeten. Ja, een droom. Zo heeft de nieuwe praktijk van fysiotherapeut Galit het patroon op de muur. Hij gaf een aantal maanden geleden het eerste bloemetje. Rosemarijn kwam hier als eerst bij mij. Ik gaf haar een mooie blauwe bloem. En ik heette haar welkom hier in de Schilderswijk. Mijn verhaal is welkom in de Schilderswijk. Het is hier onwijs tof. Zorg voor je eigen inbreng. En je haalt er het onderste uit de kan. Rosemarijn wil met de bloemetjes de wijk in een beter daglicht zetten. De voordeelbakker en het ambacht steunen haar hier graag in. Er wordt namelijk niet alleen behangen. Inmiddels zijn er ook gebakjes, taarten en meubels te koop met het patroon. Nou, ook wij voelen we ons bij betrokken. Ook wij zitten in Schilderswijk. Ook wij willen de betere imago van Schilderswijk. Dus ja, ook meedoen. Wij maken Schilderwijkse krukjes voor Rosemarijn. En Rosemarijn doet ze mooi bekleden met Schilderwijkse bloemetjes. En al die bloemetjes die hebben eigenlijk allemaal een eigen verhaaltje. En ja, dat maakt het krukje wel een beetje uniek natuurlijk. Ook bij buurthuis De Mussen zijn de bloemen terug te vinden en wordt het patroon regelmatig aangevuld. Amel gaf zelfs 2 bloemetjes aan Rosemarijn. Deze roze die heb ik uit mijn dochterskamer geplukt als het ware. Van een bloemstuk wat ze in haar kamer heeft. En deze rode heb ik hier achter bij de mussen geplukt. Op de website staan alle verhalen achter de bloemen en kun je nog meer producten bestellen. Rosemarijn is in ieder geval nog niet van plan om te stoppen. Dit warm houden vooral. En lekker doorgaan en kijken wat er allemaal uit voortkomt. Ik hoop dat Maxima in een bloemetjesjurk van de loopt. Dat zou natuurlijk heel gaaf zijn, of niet?